De foto's waar ik mee in de finale sta zijn van dichtbij genomen. Er zijn er twee met een paard met de bek heel ver open. Die was niet heel hard aan het lachen of aan het schreeuwen, wat sommige mensen denken. Maar verslikte zich en had het daardoor open. Ik stond op dat moment klaar met een flits en een camera heel dichtbij. En kon dus close-up zo naar binnen kijken. Heel vaak kwam de kudde vanzelf naar me toe. Had ik ondertussen een statief staan, met flitser klaar. En die kwam even ruiken, die kwam even kijken. De veulentjes vinden het dan leuk om meteen alles om te gooien en proberen op te eten. Ik probeer mijn spullen weer te verdedigen. En tussendoor maak ik een foto. Dus af en toe leek het meer op sport dan op kunst. Maar het was wel heel leuk om te doen. En door vaker te komen, merkte ik ook dat het makkelijker ging. Dat er inderdaad dat er vriendjes kon worden met de kudde. En dat ik ook meestal gewoon welkom was. Ik ga bij de enkele foto zeker niet winnen. Er zijn er zeker 20 grappiger, mooier, anders. De tweede categorie waar ik in meedoe, de portfolio categorie, zijn maar 3 andere finalisten. En eerlijk gezegd, daar maak ik een aardige kans. Omdat in verhouding met die foto's die van mij erg grappig zijn.